Theo, kun jij iets vertellen over het begin van je kunstenaarschap? Het begin eigenlijk toen ik pleuritis natuurlijk als kind. En toen ben ik aan het beginnen met de schil. En toen deden kinderen uit de buurt van wandelen of jonge mensen uitvlogen. En toen kwam er dienst wat. Toen ben ik beginnen te tekenen. Na de diensttijd deed de schilder eigenlijk, als amateur dan. Mm-hmm. En toen waren er een paar geestverwanten. Nou, die hadden mij ook onder dienst gelegen had. Dat was Hanik Vijfhuizen. En die schilderde. En dan hadden we een club opgericht in Gerwen. En daar zaten we dan bij Bert Sanders. Die had een atelier in de tuin. En we gingen iedere week de vrije zaterdagavond bij elkaar. En dan kunstmatig tekenen. En Gerwen was dat in de buurt van waar je woont? Ja, waar was de gemeente? Nee. Ah. Ja, daar woonde je dus toen? Ik woonde in. Jij hoort het natuurlijk, ja. En over welke tijd hebben we het dan? Dan hebben we het begin jaren 60. Theo, je bent vanuit de schilderkunst ook installaties gaan maken. Daarin is een duidelijke sociale thematiek te herkennen. Kun je aangeven welke ervaringen en opvattingen daarbij een rol gespeeld? Ze zijn begonnen, hè? Als een basis te maken. Schilderijen waar ik iets op. En waren de stoelmiddelen doorzagen door de kast. En ik deed dan op schilderij, maar ik kon niet meer op schilderslingen doen. En toen ben ik ook begonnen met op panelen te schilderen. Daar waren de grote dingen uit. En na die assemblages, ik dacht de volgende keer, iets installatieachtige dingen te gaan maken. En toen is het een beetje uitgebreid met grote installaties. Uiteindelijk kwam ik van fotografie en videofilms. Die gebruik ik daarop voor. En dat maak ik als achtergrond die katholieke kerk. Want daar heb ik mijn eigen winnaar. Dat was een installatie die ik maakte. En de titel daarvan was Verwarring. En daar waren heel veel kruisbeelden allemaal bij elkaar te laten zien. Alles had met een kruisbeeld te maken. En het mooiste was, hier in het dorp hadden ook een klooster. Een paterszaal. En daar heeft kaarten van laten drukken van die installatie. En de paters, die wonen daar zo schitterend, die hadden die kaarten, in de drie lagen die hier. En die kostten dan één gulden per stuk. En die hadden wel tientallen kaarten opgekocht en ik denk dat heel veel gebruikten. We doen de kerst te sturen of zo. Ja. En toen dacht ik, zou hun wel bedrijven waar ik ermee moet doen. De wording gaat uitwerken. Christendom, richting geloof van verboden en verboden. Mm-hmm. En ik denk er nu achteraf, wat is die grote doel voor ellende geworden? Ja, ook op het schilderterrein. Ja, het gebruik van kinderen. Je bent ook lid geweest van verschillende samenwerkingsgroepen van kunstenaars zoals Havenbodengroep en BKV Wit. In hoeverre was dat een stimulerende factor binnen jouw artistieke proces? Ja, het was eigenlijk ook een leuke periode. Toen zijn we met de Havenbodengroep, met Heven, Peter de B, Piet de Mens en Anton Jijkerwacht naar Nederland. Toen hadden wij hier achter in de schuur, hadden wij een atelier, heel groot, 300 vierkante meter en dan 12 meter hoog. En daar hebben wij, denk ik, 2 uur. Je zag niks uit te werken. En ja, dan. Je ziet gewoon klaar met hun werk maken en daar stimuleert de ander op. Plus hebben dan. Heel sociaal contact met elkaar hadden, want dan gingen we vliegen. Dikkels naar Rotterdam of Amsterdam of Antwerpen. Dan zouden we krijgen en Halloween natuurlijk. Maar jullie werken wel allemaal zelfstandig. Maar niet zo dat je gezamenlijk één kunstwerk ging maken. Nee, maar dan nog bij je werk. Ja.
Naast je eigen kunstenaarschap heb je je ook altijd ingezet voor de kunst in het algemeen en voor je collega-kunstenaars. Hoe ben je daartoe gekomen en hoe heeft zich dat in de loop van de jaren ontwikkeld, Theo? Nou, dus je komt eigenlijk mee hier een galerie te beginnen, een kunstenaarsinitiatief. En dat was het probleem bij de meeste kunstenaars. Die wisten nooit wat ze hun werk konden laten zien. De woninggalerie, die keken of werk verkoopbaar is. En als het er niet was, kon je dan ook niet exposeren. Uiteindelijk hebben er ook een heel hoop mensen, of kunstenaars hier, geëxposeerd in de galerie. En ja, ik zat ook in de Beekerkenmissie. Ze kwamen bij een kunstenaar het atelier wil. En zo is dat eigenlijk gegroeid. Die galerie werd ook een stichting. De intentie ervan was exposities te organiseren voor kunstenaars. Uiteindelijk, op dit ogenblik, zit ik ook nog in een stichting die exposities nog probeert te realiseren voor kunstenaars. Ja. En is dan hoofdzakelijk wel een soort landaardkunst. Ja. Maar dat draait nog steeds zo. Ja. Maar in feite ging het dan vooral over min of meer experimentele kunst die tot stand komt zonder aan het marktprincipe te denken. Dat had natuurlijk met de markt. Ja, ja. Moet hij de BKR wel wat voor de kunstenaars, dan hadden ze nog wel inkomsten. Ja, een bepaalde ondersteuning. Het is te vergelijken met een sociale regering, wat er nu kan bijstaan. Mm-hmm. Alleen, ze moesten daar wat schilderijen in nemen. En nou was die BKR, die was eigenlijk wel heel goed, want de kunstenaars die kregen daar behoorlijke vergoeding. Dus het was eigenlijk niet te vergelijken voor een galerie, want de meeste galeries kan ik het niet voor verkopen. Spannende tijd was dat. En eigenlijk achteraf een heel mooi. Zeker. Heel onafhankelijk. Ja. Was ze nu eigenlijk niet meer zijn. Nee, en daardoor kon de kunst in het algemeen ook opbloeien. Ja. Ja, en dat vond je ook belangrijk in het werk wat je deed. Je kunt nou ook wel zien als je naar tentoonstelling gaat kijken, dat is dan ook zakelijk in galerieën. Daar kunnen ze naast al een soort werk maken wat inderdaad verkoopbaar moet zijn. Ja. Ja. Experiment is er wel wat. Ja, voor de wijn. Theo. Je hebt inmiddels een ruim 50-jarige kunstenaarspraktijk achter de rug. Dat is een hele tijd. Waar ben je nu mee bezig? En zijn er nog verdere plannen die je zou willen realiseren? Ja, ik zit nog in een stichting. Een bestuur van de stichting, Kunst En. Ah, ja. En de stichting die we hebben gehoord, zelf, de kunstenaar zelf opgericht. Mm-hmm. In 1984 geworden. Ja. En die stichting organiseert nog steeds exposities voor kunstenaars. Mm-hmm. En mijn plan zelf is gewoon in de winterdag in een klein atelier te schilderen. En in de zomerdag probeer ik gewoon ieder jaar toch minstens één grote installatie te maken. Ja. Mm-hmm. En dat wil ik blijven doen natuurlijk. Goed zo. Dat stilzitten is funest.